Ja, ik hoop dat dat ons verlangen voor morgen is, dat we hier samen zijn gekomen om de Heer Jezus te ontmoeten. Ik verlang naar Jezus. Ik moest al denken bij het zingen van het laatste lied, hoe Salomo op, ja moet ik het zeggen, zijn hoogtepunt het uitroept in Hooglied: alles wat aan hem is, is gans, is geheel begeerlijk. Zulkeen is mijn liefste, zulkeen is mijn vriend. En ik hoop dat we vanmorgen in het samenkomen, in het luisteren naar het woord, maar ook in de getuigenissen, dat uiteindelijk zullen zeggen: wat is de Heer Jezus mooi, wat is Hij goed, wat is Hij schoon. Dat we met elkaar de heerlijkheid en de schoonheid van Christus mogen zien. Ik wil vanmorgen met jullie spreken vanuit Filippenzen 3. Dus als jullie een Bijbel hebben, kunnen jullie daar openen. We gaan straks een stukje lezen. Ik lees nu de tekst eerst en dan heb ik een korte inleiding en dan lezen we nog een stukje verder. Maar de tekst voor vanmorgen is Filippenzen 3 vers 14. Filippenzen 3 vers 14. Waar we dit lezen: maar één ding doe ik. Vergetend wat achter mij is, mij uitstrekkend naar wat voor is, jaag ik naar het doel, de prijs van de roeping van God die van boven is in Christus Jezus. Eén ding doe ik. En de vraag die ik vanmorgen in jullie midden wil neerleggen is: ga jij voor goud? Gaat u voor goud? Die vraag heeft natuurlijk alles te maken ook een beetje met wat wij nu hebben gelezen. Maar er zijn ook al verschillende die in hun gedachten misschien al een beetje uitkijken naar de Olympische Spelen. Althans, die zijn deze zomer. En er is ook nog iets als EK voetbal. Nou ja, nou kunnen we natuurlijk daar ook een afgod van maken. Dus we moeten er ook denk ik op een juiste manier mee omgaan. Maar de Olympische Spelen die hopen daar te zijn. Hè? Augustus geloof ik, jullie augustus. Maar er zijn vele sporters wereldwijd die zich op dit moment voorbereiden. Die er alles voor over hebben om keuzes te maken. Omdat ze maar één verlangen hebben. En dat is om die felbegeerde gouden plak te krijgen, te behalen, om die te winnen. En Paulus die gebruikt regelmatig voorbeelden ook uit de sport in die dagen. Ik weet niet, volgens mij waren de Olympische Spelen ook al er in die tijd, misschien ook natuurlijk in een hele andere vorm, maar Paulus gebruikt vaak voorbeelden uit het alledaagse leven. Ja, hij zegt bijvoorbeeld: een christen is als een soldaat die oorlog voert. En hij zegt tegen Timotheus: de christen is als een landbouwer. Het kan een landbouw, hè, je komt hier ook door de akkerbouwvelden en er moet geploegd worden en gezaaid worden. Er moet heel veel energie in gestoken worden om een goede opbrengst te krijgen. Zware arbeid. Maar hij gebruikt ook regelmatig voorbeelden uit de sportwereld om het leven van de christen duidelijk te maken. Hij zegt bijvoorbeeld tegen Timotheus in 2 Timotheus 2 vers 5. En ook als iemand aan een wedstrijd deelneemt, krijgt hij geen krans, geen goud, als hij de spelregels niet in acht heeft genomen. Dus een christen wordt geroepen om de spelregels in acht te nemen. Nou gebeurt het natuurlijk wel dat er ook in de sportwereld wel eens sporters zijn die zich niet houden aan de spelregels en dan worden ze gedisqualificeerd. Ik weet zelf nog goed dat met de Olympische Spelen 2010 Sven Kramer de 10 kilometer aan het schaatsen was. Het ging net ook over schaatsen. En dat hij afstevende op een wereldrecord. En op het behalen van de gouden plak. Maar daar stond zijn coach. En die coach, de ouder onder ons, die weet dat misschien nog wel, hè, maar die coach, die doet op een gegeven ogenblik zo. En ja, wat er gebeurde in het hoofd van Sven weet ik niet, maar hij pakte de verkeerde baan. En uiteindelijk werd hij gedisqualificeerd. Eigenlijk kon hij met twee vingers in zijn neus een wereldrecord en de gouden plak behalen, maar hij werd gedisqualificeerd omdat hij zich niet hield aan de spelregels. Nou, wij leven in een tijd waar er heel veel christenen zich niet meer houden aan de spelregels.
Ze houden hun eigen opvattingen erop na wat het betekent om een christen te zijn. En met een moeilijk woord zeggen we dat, hè? Eigenlijk zetten ze het gezag van de schrift op het spel. Dat ze zeggen, ja, kijk, dat staat er wel, maar dat moet je dan toch iets anders lezen. Je had de context toen en de context nu en dan gaan we het verdraaien. En uiteindelijk doen we water bij de wijn. En uiteindelijk verliezen we de scherpte van het woord. En houden we ons niet aan de spelregels. En zoals broeder Jos al zei, dan kan het zijn dat de slagregens komen en dan worden de donder en de bliksem, hè, in je leven. Dat wordt gebruikt bijvoorbeeld in Matthäus 7. En dan blijft het levenshuis niet staan. Dan haken mensen af. Wij moeten Gods woord in al zijn radicaliteit gehoorzamen. Wij moeten Gods woord gehoorzamen. We moeten dat uitleven. We kunnen niet sjoemelen. En helaas gebeurt dat zelfs in de sport. Dat er mensen zijn die sjoemelen. Nog even twee dingen en dan gaan we echt een beetje naar theologie toe en naar het woord toe. Maar nog even over oneerlijk goud behalen. Heel aangrijpend, hè, dat met de Tour de France alweer vele jaren geleden. Hè, dat er een man was met de naam Lance Armstrong. En die dan voor de camera stond en keihard zei: ik heb geen doping gebruikt. 7 titels gehaald, 7 keer goud behaald. Totdat uiteindelijk na vele toetsen en onderzoeken jaren later bleek dat hij wel doping had gebruikt en al zijn titels kwijtraakt. Wat een hard gelach eigenlijk, hè? Dat je op een oneerlijke manier goud behaalt. Maar de Bijbel is zo duidelijk dat wij God niet voor de gek kunnen houden. Met een religieus leventje, met een beetje een buitenkantje, denk van nou ja, dan word ik misschien ook wel de hemel binnen gesmokkeld. Nee, de Bijbel zegt heel duidelijk, er is geen schepsel onzichtbaar voor hem. Maar alles ligt naakt en ontbloot voor de ogen van hem aan wie wij rekenschap hebben af te leggen. Er komt een dag dat u, jij en ik rekenschap moet afleggen over het leven wat we hier op aarde hebben geleefd. Hoe we onze tijd hebben doorgebracht. Hoe we ons geld hebben besteed. Hoe we voor onze vrouw en voor onze man en voor onze kinderen zijn geweest. We moeten rekenschap afleggen voor de schepper van hemel en aarde. En dan kunnen we niet sjoemelen en dan zal hij niet door de vingers kijken. Maar hij zal echt recht spreken op grond van zijn woord. En wat een bevrijding als je dan mag weten dat je voor al die fouten in je leven en voor al die verkeerde dingen in je leven, dat je mag weten dat Christus aan het kruis is gegaan. Dat je daar je vertrouwen op stelt en dat je zegt, ja, hier op aarde heb ik niet meer dat ik gerichte leven wil leven, maar dat heb ik achter me willen laten. Nou, fijn dat u hier vanmorgen bent. En dat jij hier bent. En God ziet jou en God kent jou en hij heeft jouw geluk en uw geluk voor oog. Hij wil niet dat we verloren gaan. Hij wil dat wij rust vinden voor onze zielen. Vorige week was ik in de Goes bij de Jij Daar Jongerenavond. En toen heb ik nog dat prachtige voorbeeld aangehaald van Augustinus. Hij was een twintiger en hij leefde erop los. Hij zette de bloemetjes buiten. Hij sliep met de meisjes. Hij was heel vaak dronken. De grote theoloog Augustinus had een heel, ja, eigenlijk een zondige levenswandel in zijn jonge jaren. En op een dag wilde hij even lekker uitrusten in de tuin. En hij dacht, ik ga eens even lekker genieten van de zon. En ineens was daar die stem. Die hoorbare stem die hij niet kon plaatsen. Tolle lege, neem en lees, neem en lees. En hij gaat naar binnen. En er ligt de Bijbel open en dan valt ineens zijn oog op Romeinen 13 vers 13. Laten wij als op klaarlichte dag op een gepaste wijze wandelen, niet in zwelgpartijen, niet in dronkenschap, niet in slaapkamers en losbandigheden, niet in ruzie en afgunst, maar bekleed u met de Heer Jezus Christus en verzorg het vlees niet om begeerte op te wekken. En dat was de pijl die God afschoot in zijn hart.
Hij kwam tot wedergeboorte. En wat zegt hij in zijn getuigenis? In zijn belijdenissen, het boek, het prachtige boek wat over zijn leven gaat. Hij zegt, onrustig is ons hart. Totdat het rust vindt in u, o God. God ziet jou vanmorgen en u. En hij stelt vanmorgen deze vraag. Heb je echt rust in je leven? Heb je rust in je hart? Heb je vrede in je hart? Weet je dat het goed ligt tussen jouw schepper en jou persoonlijk? U bent hier niet voor niets. God verlangt ernaar om met ons te spreken. Hij wil rust geven voor uw ziel. En dat kan alleen in een persoonlijke relatie met de Heer Jezus. Nou, daar zullen we vanmorgen van horen in 7 getuigenissen hoe zij een relatie hebben gekregen met de Heer Jezus. Dat is noodzakelijk in ons leven. Want als we het hebben vanmorgen over gaan voor goud, dan zijn het eigenlijk 2 dingen. Vanuit het gedeelte in Filippenzen 3. Gaan voor goud. Wat is dat gaan voor goud? Wat betekent dat voor de christen? Nou, dat betekent Jezus Christus te kennen en Jezus Christus te winnen. Het eerste kom je tegen in vers 10, opdat ik hem mag kennen en de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap met zijn lijden. Daar zien we al iets van de doop. Met Christus sterven en opstaan. Jezus Christus kennen, dat is het eerste. En dan in vers 8 lezen wij dat Paulus zegt, opdat ik Christus mag winnen. Opdat ik in een levende relatie vol van hem mag worden. Ik verlang naar Jezus, kostbaar lam dat stierf voor mij. Nou, wat betekent dat nou om Jezus Christus te kennen? Wat betekent het nou om christen te zijn? Dat is voor de dopelingen misschien wel weer even een reminder, maar ook voor ons allemaal. Nou, zegt Paulus in hoofdstuk 3, vers 3, want wij zijn de besnijdenis, wij die God in de geest dienen en in Christus Jezus roemen. Dus, om Jezus Christus te kennen, om christen te zijn, dat betekent dat je besneden bent van hart. Dat betekent dat wij van nature allemaal geboren worden met een stenen hart. Een onverschillig hart. Wat ten diepste niet met God te maken wil hebben en wat niet naar God wil luisteren. Wij hebben een hart wat gericht is op zichzelf. Wat wil leven voor zichzelf en voor deze wereld en de pleziertjes van deze wereld. Maar het gaat veranderen als God een hemelse operatie doet in ons hart. Als hij ons van dood levend maakt. Als hij met zijn geest in ons komt wonen. Als hij, ja, hoe moet ik het zeggen? Als hij je van zonde gaat overtuigen en je denkt, ja, ik kan zo niet verder blijven leven. Ik ben onrustig. Ik heb geen vrede. En dat je dan, ja, een verlangen krijgt om Gods waarheid te kennen zoals die werkelijk is. Dan word je besneden van hart en dan gaan we God in de geest dienen. Onder leiding van de geest dienen. Het Griekse woordje is ook worship, aanbidding. Dus als wij wederom geboren worden, gaan wij God onder leiding van de geest aanbidden zoals hij werkelijk is. We gaan hem dienen, we gaan hem volgen. We verlangen daarna om een leven te hebben wat gericht is op Jezus. Op de drie enige God. En wat is dat niet? Nou, wat zegt hij dan? En niet op het vlees te vertrouwen. He, hoofdstuk 3, vers 3. En niet op het vlees te vertrouwen. Nou, dat is nou eigenlijk wat elk mens van nature doet. Op zichzelf vertrouwen. Ja, ik moet mijn eigen boontjes maar doppen. Of ik doe het zelf wel. Een kleinkind zegt dat al. Nee, ik kan zelf doen. Op het vlees vertrouwen betekent eigenlijk dat je op zoek bent naar aanknopingspunten. Goed luisteren. Naar aanknopingspunten in je hart. Waarop jij denkt dat als jij straks bij de hemelpoort komt,
en God zou zeggen, noem mij één reden waarom ik jou zou binnenlaat in de hemel. Dat je, nou ja, maar ik heb wel goed geleefd hoor. De collectes aan de deur heb ik goed voorzien. Ik ben goed voor andere mensen geweest. Dat is wat je op straat hoort. Waarom zou God u toelaten in de hemel? Ik ben een goed mens. Ik ben een goed mens. En Paulus die legt hier uit in dit gedeelte. Dat God, ik zeg het even heel plat. Hem compleet onderuit geschoffeld heeft. Dat hij erachter kwam dat hij met die aanknopingspunten gewoon niet voor God kon verschijnen. En dan gaat hij een heel lijstje opnoemen van die medailles, van die aanknopingspunten waarom hij dacht dat hij recht had op de hemel. Ik ben besneden op de 8e dag. Ik ben uit het geslacht van Israël. Uit de stam van Benjamin, een Hebreër. Uit Hebreeën, wat de wet betreft, de Farizeeër. Ik heb op de school van Gamaliel gezeten. Ik heb de beste Bijbelschool gevolgd. En wat mijn ijver betreft, ik ging ervoor. Ja, hij was een vervolger van de gemeente. En nou komt het, wat de rechtvaardigheid betreft die in de wet is, onberispelijk. Hij leefde volgens de Torah onberispelijk. Er was geen foutje in hem te vinden. En wat zegt hij? Maar wat voor mij winst was, dat heb ik als schade beschouwd. Het is, hij zegt hier, het is vuilnis geworden. Waardeloos geworden. Nou, laten we het nog eens even toepassen naar ons hart en naar ons leven. Stel je voor dat u vandaag moet sterven. En we weten niet precies hoe dat gebeurt. We weten dat onze geest, onze ziel terugkeert tot God. En stel je nou voor dat je daar aankomt bij de hemelpoort. Of we daar een engel tegenkomen, of dat daar de Heer Jezus zal zijn, we weten het niet. Maar als zou nou deze vraag gesteld worden, noem mij één reden. Waarom we jou toe moeten laten in de hemel. Wat zou je dan zeggen? Wat zou je dan zeggen? Ik hoor hier zeggen, het kruis. Jezus, uw verzoenend sterven is het rustpunt van mijn hart geworden. Gemeente, belangstellende, dat is het enige antwoord. Als je zegt, ja, maar ik heb goed geleefd, ik heb geprobeerd mijn best te doen en zo. Het is allemaal het foute antwoord en God zal daar niet mee akkoord gaan. Hij wil één ding horen en dat is dat wij zijn zoon, de Heer Jezus Christus, hebben leren waarderen. Die 2000 jaar geleden naar het kruis kwam en aan dat kruis gestorven is. Zoals dat lied het zeggen. Dat ene lied dat zegt het ook, hè, van is uw paspoort getekend met het bloed dat hij reddend vergoot. Dat bloed dat moet in ons paspoort staan, in ons hemelse paspoort staan. Wat zei je? Is uw paspoort getekend? Oké, prachtig. Mooi. Mooi, ja, dat is een schitterend lied. Een schitterend lied. Maar dus niet door wetjes en regeltjes te houden, kunnen we in de hemel komen. We kunnen nog zo punctueel leven. We kunnen nog zo goed leven. Maar het is te kort. Omdat God vraagt volmaaktheid. Hij vraagt volmaakte heiligheid, want God is heilig en we voldoen daar niet aan. En de gelovige christen die erkent en beleidt dat en die heeft de Heer Jezus Christus leren kennen. Want wat zegt Paulus? Hij zegt hier, vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Jezus Christus, mijn Heere. Mijn Heer, wat doet de christen? De christen beleidt, Jezus Christus is mijn Heer, mijn Kyrios, mijn baas. Hij die het voor het zeggen heeft, de goede herder die mijn leven leidt, aan wie ik mij wil onderwerpen. Wie ik wil gehoorzamen. Dus op het moment dat wij onze zonde belijden en van onszelf wegkijken naar het volbrachte werk van de Heer Jezus aan het kruis.
En we zeggen, Heer Jezus, u bent ook mijn verlosser, mijn Heere. Wat gebeurt er dan? Paulus die spreekt hier over rechtvaardigheid uit God door middel van geloof. Op datzelfde moment, het is een beetje theologisch, maar het is wel heel belangrijk, wordt de gerechtigheid van Christus mij toegerekend. Heel eenvoudig, dat witte kleed wordt om je heen gelegd. Wat Christus aan het kruis verdiend heeft. Nou, ik sta hier vanmorgen, mijn outfit is zwart. Je zou kunnen zeggen, dat is een beeld van de zonde. Van de ongerechtigheid. Van een leven wat op jezelf gericht is. Wat niet voor God kan bestaan. Maar op het moment dat ik door mijn knieën ga aan de voet van het kruis en zegt, Heer Jezus, dank u wel dat u voor dat zondige leven voor mij bent gestorven aan het kruis. Heere, ik wil u aannemen als mijn Heere, als mijn Redder. Op datzelfde ogenblik wordt er een wit laken om mij heen gelegd. En kijkt God niet meer naar mijn zwarte bestaan, maar kijkt hij door de Heer Jezus en ziet hij me aan als volmaakt. Dat is het leven van de christen. Dus als hij straks dopelingen zijn, dan beleiden ze niet dat ze volmaakt zijn, dat zij er al zijn. Ze zijn werk in de uitvoering, maar ze beleiden, ik geloof dat de gerechtigheid van Christus mij toegerekend is. Dat dat witte laken om mij heen is slecht. Daarom worden dopelingen ook vaak in het wit gedoopt. Niet altijd, het is maar een symbool. Maar dan beleiden ze, ik ben in de Jezus Christus. Nou, als je dat mag weten, dat geeft zoveel vreugde. Dat is een feest. Luther spreekt, de reformator Luther, die spreekt over een vrolijke ruil. Waarom een vrolijke ruil? Omdat hij zijn zonde bij het kruis had gebracht. En Gods genade en vergeving ervoor terugkreeg. Ja, dat is een vrolijke ruil. Nou, laten we het vanmorgen eens aan elkaar vragen. Heb jij die vrolijke ruil al gemaakt? Jij die misschien eigenlijk niet zoveel van het christendom wil hebben. Dat wordt je vanmorgen aangeboden, een vrolijke ruil. Je mag ruilen vanmorgen. Je mag vanmorgen je zondige leven brengen aan de voet van het kruis. Het voor God belijden. Om vanmorgen vergeving van zonden te ontvangen. En dat God vanmorgen zegt, mijn zoon, mijn dochter, uw zonden zijn u vergeven. Nou, als je dat mag weten, Jesaja zegt, ik ben zeer vrolijk in de Heere. Mijn ziel verheugt zich in mijn God, want hij heeft mij bekleed met de klederen van het heil. De mantel van gerechtigheid heeft hij mij omgedaan. Zoals een bruidegom zich bekleedt met priesterlijk hoofdsieraad en een bruid zich tooit met haar sieraden. Dat is de positie van de christen. Dat is wie de christen is voor God. Hij is bekleed met het kleed van het heil. Met de mantel van gerechtigheid. En daarom is een doopdienst een vreugdevolle dienst. En daarom hoeft een christen niet met zijn neus naar beneden te lopen. Maar mag hij weten dat hij in Christus verlost en bevrijd is. Weet je dat al? God wil het je vandaag geven. Je bent hier niet voor niets op deze doopdienst. En God zegt, dit is het leven dat ik jou wil schenken. Een leven van rust en vrede en vreugde. En wat gebeurt er dan als de geest in je hart komt wonen? Wat gebeurt er dan als die hemelse operatie plaatsvindt? En dat harde hart, dat stenen hart vernieuwd wordt tot een gevoelig en een vlezen hart. Wat gebeurt er dan? Dan wordt de liefde van God in je hart uitgestort. En dan krijg je liefde voor je vader. En dan gaat die liefde voor de wereld, die gaat verdwijnen. Het is eigenlijk iets wat automatisch gebeurt. Nou ja, het is ook wel een strijd. Het is ook wel een strijd. Maar dan wil je je oude leven achter je laten. En dat zegt Paulus. Eén ding doe ik. Ik vergeet wat achter mij is. En ik strek me uit naar wat voor is.
Paulus die beschouwt zijn verleden als ballast. Hij gebruikt hier in het Grieks, in het herziene Statenvertaling staat er vuiligheid. In het Grieks staat daar een woordje wat betekent afval of uitwerpselen van dieren. Dat wat in het toilet, laat maar zeggen, zit. Hè? Dat woord gebruikt hij. Dus een heel scherp woord. Ja, maar heren, ik heb dit gedaan voor u, ik heb dat gedaan voor u. En ik ben onberispelijk geweest. Nou, heren, mijn conclusie is, dat wat in het toilet zit, het is waardeloos. Ik kan daar niet meer op vertrouwen. Ik heb Christus leren kennen als mijn verlosser. Ik heb Christus als fundament van mijn leven leren kennen. En nou wil ik niet meer achter me kijken, maar ik wil vooruit kijken. Nou, daar gaan we vanmorgen ooggetuigen van zijn. En ik zeg eigenlijk even vanmorgen zo, om even te prikkelen. Welkom op de begrafenis van 7 dopelingen. Je bent vanmorgen ben je ooggetuige van een begrafenis. De doop der onderdompeling is een begrafenis. U bent vanmorgen op een begrafenis. En aan de ene kant is dat misschien iets, hè, van, oké, okay, ja, het oude leven achterlaten, dat is iets, hè, daar kan je berouw over hebben, daar kan je spijt van hebben. Maar hoe bevrijdend is dat? Als je daadwerkelijk dat oude leven met zijn zonde en zelfgerichtheid, dat je dat achter mag laten in het water. En dat je met Christus mag opstaan in een nieuw leven. En dat laten de dopelingen zien. En daar mag je ze ook op aanspreken. Dat zij niet meer voor zichzelf willen leven. Ze willen hun zonde, hun verkeerde waarden en denkbeelden, zoals ze vroeger dachten, dat willen ze achter zich laten. Dat willen ze aan de dood prijsgeven. En nu verlangen ze daarna om uit dat watergraf op te staan, op overwinningsgrond, om in Christus als een overwinnaar over zonde te leven, over omstandigheden te leven. En dat gaat soms met vallen en opstaan. Dat betekent niet van oké, dan doe ik nooit geen fouten meer. Paulus zegt het hier in vers 12. Niet dat ik het al verkregen heb of al volmaakt ben. Nee, ik jaag ernaar. Ik verlang ernaar om als Jezus te zijn. En dat lezen wij hier in dat gaan voor goud. Even een kleine intermezzo. Filippenzen 3 hè, volgt op Filippenzen 2. En daar lezen wij in hoofdstuk 2. Dat noemen ze wel in de vroege kerk de Christushymne. De Christushymne. Ze denken dat hoofdstuk 2, vers 6 tot en met 11 vroeger een dooplied is geweest. Daar gaat het over de vernedering van de Heer Jezus. Hè, die zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen. En in de gedaante als een mens bevonden, heeft hij zichzelf vernederd, is gehoorzaam geworden tot de dood, tot de kruisdood. Hè? Je ziet het omlaag gaan. Daarom heeft God hem ook bovenmate verhoogd en heeft hem een naam geschonken boven alle naam, opdat in de naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En elke tong zal belijden dat Jezus Christus de Heer is. Ja, dat gaat uiteindelijk gebeuren. Hè? Dat gaat uiteindelijk gebeuren. Hier op aarde in genadetijd kunnen wij vrijwillig met onze tong gaan belijden. Heer Jezus, ik wil dat u Heer wordt van mijn leven. Maar als we dat niet doen, dan zal er een moment komen, dan zullen we doen. Elke tong hier op aarde, of we nou president zijn of achter de vuilniswagen lopen, wat we ook doen, elke tong zal belijden, Jezus Christus is Heer. Dat gaat gebeuren. Als je hier met weerstand zit en met vijandschap zit, ik zou zeggen, geef je over. Want er komt een dag dat we het erkennen, dat heel de wereldgeschiedenis om die ene man is gegaan, die op 33-jarige leeftijd aan een kruis gestorven is. De hele wereldgeschiedenis voor het kruis wezen ernaar. De offerdienst in Israël.
De prediking van de profeten, het wees allemaal naar de Messias die komen zou. En wij kijken nu terug. En we zien uit naar zijn komst op de wolken van de hemel. En Paulus zegt, daar wil ik bij zijn. Opdat ik hem mag kennen, de kracht van zijn opstanding. En dan zegt hij, om hoe dan ook, vers 11, te komen tot de opstanding van de doden. Nou, dat moet je nou eens een keer voor degene die een beetje van Grieks houden en een beetje de grondtekst willen bestuderen. Dan moet je eens bestuderen, er staat letterlijk om hoe dan ook te komen uit de uitopstanding van de doden. Om te midden van de doden vandaan bij zijn wederkomst te zijn, bij het koninkrijk te zijn. Om in het vrederijk hem, ja, bij hem te mogen zijn, hem te mogen dienen. Nou, dat is wat Paulus hier noemt gaan voor goud. Hij verlangt erna om Jezus Christus te winnen. Hij verlangt erna om te gaan voor goud. Daar zit ook iets in, hè, van het verlangen om gelijkvormig aan hem te mogen worden. Want dat gebruikt hier ook, hè, dat woordje, doordat ik aan zijn dood gelijkvormig word. Niet dat ik al volmaakt ben, maar ik jag ernaar. Dus wat betekent om te gaan voor goud? Nou, we leren de Heer Jezus kennen. We worden christen. We worden besneden van hart. Gods geest komt in ons wonen. En hij wil uiteindelijk dat wij meer en meer sterven aan dat egoïstische leven. Wat we allemaal van nature hebben. Dat zelfleven waar je niet meer op kan vertrouwen, op dat vlees. En hij zegt, ik verlang naar hem hoe dan ook meer en meer op hem te gaan lijken. Dat is het verlangen van de christen. Dat is gaan voor goud. Dat is je uitstrekken. En dat vraagt discipline. Dat vraagt dat uitstrekken, mij uitstrekkend naar wat voor is. Daar in dat Griekse woord voor uitstrekken, daar zit iets in van de sporter met zijn dromen. En ik vind dat beschamend voor mij als christen soms, hè? Wat een sporter er voor over heeft om die gouden plak te behalen. Ik denk ook aan een man als Epke Zonderland, hè, die destijds ook eens een keer goud heeft gehaald. Hè. Maar als je dat dan hoort, ik vind het mooi om soms naar hun verhaal te horen. Hè, wat ze er voor over hebben gehad. Voedsel, afgepast, training, zoveel keer per week. Rust, discipline, geen McDonald's, geen verjaardagen, geen luxe, geen pleziertjes. Eén focus. Eén prioriteit. En dat is je uitstrekken om die gouden plak te behalen. En dat gaat soms met zoveel teleurstellingen gepaard. Met blessures gepaard. En dan toch doorgaan. En dat stelt mij vanmorgen de vraag. En aan ons vanmorgen de vraag. Wat mag het ons kosten om christen te zijn? Zijn we dan niet soms ontzettende slappe christenen? Zijn we dan soms niet grijze muizen? En dat we er niet voor uit durven te komen op onze werkplek. Paulus die zegt, ik strek me daarnaar uit. Ik wil voor die prijs gaan. Ik wil voor die krans gaan. Ik verlang ernaar dat Christus meer en meer gestalte in mij krijgt. Dat hij meer en meer in mij zichtbaar wordt. Vergeten wat achter is. Strek ik me uit naar wat voor is. Nou, achter je kijken. Hè, iemand als Nederland die schijnt het nogal goed te doen met een zekere Femke Bol. Hè, die 400 meter horde ontzettend snel kan rennen. Maar ja, hoe kan je hordes nemen als je achterom kijkt? Dat gaat hem niet worden. Dus een christen moet niet achter zich kijken. Als we straks naar die begrafenis gaan, daar bij de Grevelingendam, dat betekent niet dat we het verleden verdoezelen van die dopelingen. Dat het er niet geweest is. Het betekent ook niet dat we er veel bezig mee moeten zijn. Maar als het goed is, hebben de dopelingen hun zonde beleden. En zeggen ze, ik wil niet dat mijn verleden mijn toekomst bepaalt. Ik verlang de rugzak van mijn verleden achter mij te laten. Dat betekent niet dat het nooit meer een pop-up kan zijn. Dat het nooit meer terugkomt. Maar het is zo bevrijdend om te weten als je verkeerde keuzes hebt gemaakt. Zondige dingen hebt gedaan. Misschien zondige relaties hebt gehad.
de verkeerde dingen hebt geluisterd of hebt gezien, dan beleid je daarmee: Heere, ik wil het achter me laten. Ik geloof dat u het mij vergeven heeft. Heer, ik heb ermee gedeeld. Ik heb het voor u beleden. Ik vertrouw erop dat uw bloed mij reinigt van alle zonden. En Heer, nou wil ik het achter me laten. En ik wil rennen. Ik wil gaan voor u. En ik verlangen naar meer en meer te worden als u. Ziende op de Heer Jezus. De overste voleinder, leidsman en voleinder van het geloof. Eén ding doe ik. Ik las in een Bijbelverklaring: Paulus is een one thing guy. Paulus is een one thing guy. Wat is jouw ene ding waar je voor gaat? Wees eens eerlijk. Wat is de focus van jouw leven? Van uw leven? Wat is dat ene ding wat je hart bezit? Meer omzet? Hoger salaris? Carrière? Waar leef jij voor? Wat is jouw ene focus in je leven? Dat je zegt, daar ga ik voor. Wat zou jouw man of vrouw of jouw kinderen over jou zeggen? Jouw papa, jouw mama. Wat is dat ene ding waar zij voor leven? Opa en oma, waar leven opa en oma voor? Zullen ze dan een hobby noemen waar je helemaal voor gaat? Is er iets anders? Oh, opa, die gaat helemaal voor zijn auto. Of zullen ze zeggen, ze leven voor Jezus. Er is maar één ding wat er in hun hart is. Ze leven voor de Heer Jezus. Laat ik het nog eens anders zeggen. Eén ding doe ik. Wat is vanmorgen dat ene ding wat tussen jou en de Heer staat? Wat is dat ene ding wat jouw focus vertroebelt? Jouw prioriteiten? Welk ene ding zou jij vanmorgen in je leven kunnen veranderen? Waarvan zou je je kunnen bekeren? Zodat jij met Paulus kan zeggen, oh, ik ga ook jagen naar het ene doel. Ik verlang er ook naar om te leven voor Jezus. Soms is het maar één ding. Soms is het maar een klein dingetje wat we vasthouden en niet over willen geven. En misschien praat God al heel lang met ons erover. Dat je zegt, ja, ik moet me ervan bekeren. Maar ik geniet het nog zo. Nou, vanmorgen zijn we begonnen. Dan ga ik met je afronden. Maar vanmorgen zijn we begonnen met de gelijkenis van de wijze en de dwaze bouwer. En we kennen dat liedje van Ellie en Rickert, hè? Een wijs man bouwde zijn huis op een rots. Een wijs man bouwde zijn huis op een rots. En wat is de toepassing van Ellie en Rickert? Dus bouw je huis op Jezus de Heer. Is dat dan niet zo? In die gelijkenis is dat niet de toepassing. Ik zeg daarmee niet natuurlijk dat de Heer Jezus niet de rots moet zijn van ons leven. Maar de toepassing is, luister goed vanmorgen, die mijn woorden hoort en ze niet doet, die zal ik vergelijken bij een man die zijn huis op een zandbank bouwt. Als de slagregens komt, als de beproevingen komt, dan stort je levenshuis in. Nou, ik wil het vanmorgen toch zeggen. Maar weet je, als het nou gaat over één ding doe ik. Henk Binnendijk spreekt wel eens over, waar is het heldendom in het christendom? Nou, Leonie, jij bent voor mij een held. En niet omdat jij zo'n krachtpatser bent, want je schudt nee. Maar ik zit in de groepsapp en je bent al door heel veel teleurstellingen gegaan. Maar wat mij zo raakt elke keer weer, is dat de Heer jou geloofsvertrouwen geeft te midden van al je verdriet en teleurstellingen. Dat elke keer die vreselijke ziekte weer terugkomt. En dat je dan toch genade van God krijgt om vol te houden en te zeggen, ik blijf op Jezus zien. Nou, dat is genade. Dat is niet jouw sterkte van geloof. Dat is geloof ook wat de Heer geeft.
Maar daarin ben je een voorbeeld om te zeggen, één ding doe ik. Ik blijf mijn oog houden op de Heer Jezus. Daar is niets van jou bij. Dat is genade, ik weet het. Maar dat is voor mij wel dat jij een supporter bent van mij. De wolk van getuigen, dat zijn supporters die ook mij als het ware aanspoort en ons als gemeente aanspoort. Laten we met elkaar volhouden, want er komt een moment dat de slagregens komen. De donderende bliksem in je huwelijk, op je werkplek. Er wordt geschud aan je levenshuis. En wat zien we vandaag de dag? De een naar de andere christen gaat onderuit en haakt af. God de God verliefde? Nou, waarom geeft u dit dan in mijn leven? Nee, zo'n God wil ik niet vertrouwen en wil ik niet geloven. We zien dat mensen afhaken. Zodra de stormen komen, gaat hun levenshuis onderuit. Maar een wijs man, die bouwt zijn huis op een rots. Als de beproevingen komt, wat staat er dan? Dan blijft zijn levenshuis staan. Hij heeft het woord van God niet alleen gehoord, maar ook in de praktijk gebracht. Toegepast naar zijn leven, door de Heilige Geest. Ja, Heere, ik wil vasthouden aan die belofte. Wees niet bevreesd, ik zal met u zijn. Heere, oh, de omstandigheden zijn heel moeilijk, maar oh God, ik vertrouw u dat u met mij door deze storm gaat, dat u met mij door het vuur gaat. Heere, ik wil u vasthouden, want u houdt mij vast. Dat is geloofsleven. Dat is het leven van de christen. Dat is die ene focus hebben. Eén ding doe ik. En dan sluit ik af en zeg ik misschien, maar hoe dan? Hoe moet je dan gaan voor goud? Nou, dat zegt Paulus, we gaan het niet opslaan, maar dat zegt, zegt Paulus in Hebreeën 12. En daar spreekt hij ook over een wedstrijd. En wat zegt hij dan? Hij zegt, terwijl wij het oog gericht houden op de Heer Jezus. Dus ja, de christen houdt zijn oog op de Heer Jezus. Maar dan zegt hij erbij, door het zien op Jezus gaan we afleggen alle last en de zonde die ons zo makkelijk verstrikt. Ja, om te rennen, ja, dan moet je een regenpak uittrekken. Dan moet je je klompen uitdoen. Dan moet je je rugzak afgooien. Dus we moeten afleggen alles wat ons hindert. Dat brengen we vanmorgen bij de voet van het kruis. Alles wat je voortgang hindert, dan moet je verwijderen. Alle hindernissen. Nou, wat zijn de hindernissen in jouw leven? Kijk, als jouw werk tussen jou en de Heer instaat en dat je gewoon niet kan zeggen, ik kan met een brandend hart Jezus volgen met deze drukke baan. Broeder, zuster, maak keuzes. Ga het veranderen. Ga het woord vanmorgen toepassen. Ga gewoon bidden, Heere. Er moet iets veranderen in mijn leven. Ik weet niet hoe. Help me hierbij. Wilt u me de weg wijzen? En God gaat daarin voorzien. Zien op Jezus, afleggen je zonde, je boezemzonde. Daar waar anderen niet van af weten, wat je vrouw niet weet, wat je man niet weet. Je gaat het belijden voor de Heere door te zien op het kruis dat er vergeving is, dat er een nieuw begin is. En, wat staat er dan nog meer? Dan worden wij in dat proces, worden wij bemoedigd door supporters, door een wolk van getuigen. Menigte van getuigen omringd. Nou, het voorbeeld van het stadion. Voetbalwedstrijd of een renbaan en dan heb je al die supporters eromheen. En die zeggen, we gaan straks dat lied zingen. Hou vol, zet door. Nou, houd moed. Kom op, ga voor de winst. Dat is wat christenen onderling mogen doen. Dat is wat we straks de dopelingen mogen bemoedigen. Houd vol. Met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt. Volharding, geduld, ja. Er gaan moeilijkheden komen. Je krijgt kinderen. Misschien met problemen. Je krijgt tieners. Die op je tenen gaan staan. En die jouw leven. Ja, dat je. Oh, wat een battle, Heer. Wat een battle in mijn hart. Die tieners. Oh, Heer, ik kan het niet. Maar we houden ons oog gericht op de Heer Jezus. En we bemoedigen elkaar. En we zeggen tegen elkaar, houd vol, broeder, houd vol, zuster. Ik bid voor je, ik ben betrokken bij je, ik leef met je mee. Een klein poosje, een verdrukking van 10 dagen. Kom, te midden van smart, te midden van ziekte, tegenslagen, strijd, aanvechting, gekweld worden, afwijzing, falen, angst, moeite en verdriet. Vertrouwen erop. Als ik omring door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mijn leven.
is dat mijn vijands gramschap brandt, uw rechterhand zal redding geven. En dan staat er, hè, hij is zo getrouw als sterk. Hij zal zijn werk voor mij volenden. Hij zal zijn werk voor mij volenden, want hij is de Alpha en Omega. Het begin en het einde. De leidsman en voleinder van het geloof. En zo worden we behouden, zo worden we zalig. Zo zijn we hemelburgers die de Heer Jezus verwachten uit de hemel. Dat zegt Paulus hier ook. Hij zegt, we zijn hemelburgers. We verwachten hem terug op de wolken van de hemel. Mag de Heer deze boodschap vanmorgen gebruiken? Ter bemoediging. Om u te supporten. En te zeggen, houd vol, heb moed. Misschien moet je een koerswijziging maken. Misschien moet je bekeren, moet je zonde belijden. Misschien moet je voor het eerst in je leven je hart aan Jezus geven. Doe het. Hij is het waard. En hij is degene die ons rust en vrede wil geven. Amen. Zullen we elkaar kort bidden? Heere, hemelse Vader, Heere, ik dank u voor uw aanwezigheid deze morgen hier ook in deze dienst. Ik dank u voor de attentie waarmee er geluisterd wordt. En Heere, we bidden dat u door de Heilige Geest, ja Heere, dat woord diep in ons hart brengt. En dat we met elkaar die focus van Paulus mogen hebben. Eén ding doe ik. Ik verlang ernaar om te gaan voor goud. Heere, dat is wat we nodig hebben in deze tijd. Maar dat is ook wat u wil geven in ons leven. Heere, ik bid voor degene die op de renbaan onderuit gegaan zijn. Dat ze opnieuw zullen opstaan. Dat ze hun zonde zullen belijden. En opnieuw dat commitment zullen maken. Die radicaliteit die ze misschien ook hadden bij hun doop. En die misschien weggevaagd is. Heere, wilt u hen bemoedigen door deze preek. Door de getuigenis, Heere. En ik bid dat de dopelingen, ja, die focus ook mogen hebben. Ik verlang er nou mijn oude leven achter te laten. En met Christus op te staan in een nieuw leven. Om één ding te doen. Hem te volgen. Hem te kennen. Hem gelijkvormig te worden. Heere, we bidden voor degenen die u nog niet kennen. En de Heere, we hoeven niet iemand een hand te laten opsteken. Want u weet hoe het in onze harten leeft. Of daar het verlang is bij een jongen of een meisje, man of een vrouw. Die vanmorgen zegt, God heeft met mij gesproken. Ik moet me echt bekeren. Ik kan zo niet verder leven. En dat we vanmorgen hier op de stoel zitten en zeggen, ja Heer Jezus. Heer, ik kom tot u. Hoor naar mijn gebed. Vergeef mijn zonden nu. Reinig mijn hart. Heere, dat iemand een keuze mag maken om vandaag zijn oude leven achter te laten en op te staan, ook in een nieuw leven. Heere, wilt u dat uitwerken met uw Heilige Geest, in Jezus' naam. Amen.